Als je een rustig leven hebt naast het voetbal, dan gaat het ook vrij goed in de voetballerij. Maar ik heb het ook, ik heb het ook zo ervaren dat door al die moeilijke tijd die ik net heb gehad, nou, dan ging het voetbal heel goed. Je moet nu zelf je kinderen opvoeden. Je bent gescheiden. Is dat moeilijk te combineren met je voetballeven? Nee, vind ik niet. Het gaat goed. Maar ze zijn niet de hele tijd bij mij. Maar, nee, dat gaat uitstekend eigenlijk. Gezien de omstandigheden. Misschien ja, liet ik al die agressie uit in het veld of op de trainingen. En dan kon ik me, ja, tijdens het voetbal kon ik alleen maar aan voetbal denken. Nou, misschien was dat goed. Maar... Ik ben Zweed, ik wil in Zweden leven en toen ik die beslissing nam, dacht ik, ja, ik wil toch in Zweden nog een paar jaar gaan voetballen. Want dan krijg je het wordt veel makkelijker om terug te komen uit het buitenland als je gaat voetballen, want dan krijg je zoveel contacten weer. Je krijgt weer vrienden, nieuwe vrienden en alles wordt gewoon makkelijker als je bij een club terechtkomt. Mis je Ajax wel eens? Ja, natuurlijk mis ik het. En, ik had een hele goede en leuke periode bij Ajax. En, natuurlijk mis ik vooral het voetbal. Als je puur over het voetbal praat, dan had ik graag het voetbal van Ajax gespeeld. Maar dan bij Gothenburg dan, een paar jaar. Zou je nog mee kunnen bij Ajax? Dat weet ik niet. Ik heb die twee jaren bij, of die 2,5 jaren bij IFK, vind ik zelf dat ik heel goed in vorm ben geweest de hele tijd eigenlijk. Misschien zou ik mee kunnen draaien, maar dat is heel moeilijk om dat nu te zeggen of ik inderdaad wel mee zou kunnen doen. Zou je willen? Ik had het misschien gewild, maar ja, het is een hypothetische vraag. Ik bedoel, het is niet zo dat je kan zeggen van, nou, ik wil graag daar naartoe. Er komt zoveel andere dingen bij, dus. Speelbal, stof voor mycket stilla nu, killa. Daar is er een bol. Wat? Bol, linkan. Strålande bol, linkan. Bol, Marcel, kom igen. Heeft de trainer jou wel eens gevraagd van, hoe deed ze dat nou bij mij? Nou, niet echt. Wel geluisterd als ik wat te zeggen heb, dat doet hij wel. Maar ja, hij begrijpt ook, denk ik, dat het heel moeilijk is om dat over te brengen aan het spel van IFK. En wat voor dingen zeg jij dan? Wat zijn dat voor dingen? Ja, het meeste gaat over het spel dat we moeten durven te voetballen. Dat we voetballende oplossingen moeten zoeken. Vaker dan alleen de bal soms zoals wij het doen, dan wegrammen. En dat doen ze dus. Daar werken ze heel veel aan bij Ajax. Het voetballende oplossingen. Stefan is, for us, he's the brain in the team. He's very clever with the ball and... We call it in Swedish, he's a good target player and he can he creates spaces for the other guys in the team and so on, and he's he had a lot of experience and so on, so it's a very important player for us. Last spring when I was new in Gothenburg, and I talked to Stefan and asked him how they train and so on in Ajax, and if he had a good advices for me and so on, and you had to listen to him a lot. In Gothenburg, he's a very popular player, and everyone in Gothenburg knows
he's much better than the rest of Sweden thinks about him or thoughts about him. But in Gothenburg, we want him to play in the national team, but... He's underestimated. Yes, very. In plaats van uitlopen op het veld, deden we dit vandaag. Maar normaal gesproken doen we dit niet. We trainen maar één keer per dag, ook in Zweden. Dus ja, omdat ze hier het zwembad hebben, hebben we dit gedaan. Hier zijn de velden waarop IFK traint en daarachter hebben we een grasveld en hierachter is een gravel en hier hebben we er nog een met gras en daarachter zijn die kantoorruimte, administratie zitten en onze kleedkamers. Dus wij lopen daar toe. Je vrouw kwam in 84 of einde 83. Je wilde het eerst niet echt geloven voordat ze echte onderhandelingen begon. Want IFK had dit jaar daarvoor de Europa Cup 3 gewonnen. Dus dat was heel groot. Is nog steeds. En we speelden alleen maar internationals in IFK. Dus dat was echt. Ja, dat was toen die droom, zeg maar, om naar IFK te komen. Dat was echt de top in Zweden. Ja, ja. Is. Den andra hörnan. Det sker i 38e minuten. Ja, jag tror att Blåvitt skulle spela mera, söka Lennart Nilsson mera. Han är ju oerhört i stöten den här vårvintern och våren. Mikael Andersson. Och det är nick. Ja, det är Stefan Pettersson och det är mål. Han stiger upp till luften mäktigt på denna hörna från Mikael Andersson och han är märkligt nog inte markerad och nickar i marken och ner. Ja, ik maakte de enige doelpunt in de eerste finalwedstrijd, ja. Schitterende koppel. Was het ook niet, maar die ging erin. Ja, dat moet toch een hoogtepunt geweest zijn? Jazeker, natuurlijk. Niemand had gedacht dat het ooit weer een Zweedse club in de Europa Cup zou winnen. En ja, dat was maar 5 jaar later, na de eerste overwinning van de Zweedse club in een Europa Cup finale. Dus ja, het is geweldig. En toen kwam Ajax? Ik wist wel dat de belangstelling van Ajax was echt, want ik had de eerste contacten met Peter Larsson, die bij Ajax voetbalde toen. Had je toen ook echt het idee van, nu ben ik waar ik wezen wil? Nee, want ik heb dat nooit gehad. Dat ik wil per se ergens naartoe. Ik wilde gewoon goed presteren en ja, goed voetballen. Want die club had mij gekocht. En ja, ik wilde alles doen om het waar te maken. Heb je ooit getwijfeld of je het wel moest doen, Ajax? Hè? Nee, eigenlijk niet. Het was interesse uit Griekenland ook toen, maar... Ik heb nooit getwijfeld dat ik naar Ajax wilde of naar het buitenland wilde. Heb jij een doelpunt waarvan je zegt dat is nou het mooiste doelpunt wat ik voor Ajax gemaakt heb? Ja, dat is die doelpunt tegen Feyenoord uit. Ja.
een bal aangespeeld door Marciano. En ik draaide weg van plaatsen de bal met links om de goede heen. Dat denk ik dat het mooiste is. Een ander doelpunt wat je je zeker zal herinneren was uit tegen Genua. Ja, dat kan me heel goed herinneren, want wij hadden de bal met aftrap. En Genua had de bal niet geraakt voordat hij in de doel lag. Dus dat was een heel mooie. Maar ik heb het soms gebruikt als iemand mij vraagt, nou, wat is een Ajax, hoe spelen ze? En dan heb ik het laten zien, die doelpunt. Dat is voor mij Ajax, want die bal ging door het hele ploeg bijna, voordat het op de rechterkant terecht kwam en een voorzet en inkoppen bij de eerste bal. Dat je afscheid bij Ajax, dat zo letterlijk knallend zou zijn? Nee, het was echt fantastisch. Ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik daaraan denk. Maar het was ook de laatste wedstrijd van het seizoen. En ik denk dat het publiek ook iedereen wilde bedanken. Je had wel een bloemenstal kunnen beginnen. Dat wel, ja. Toen was het heel erg. Ja, zoveel heb ik nooit gezien, denk ik. Als je zo'n rondje loopt, denk je dan nog iets? Ja, je denkt van wat maak ik nu allemaal mee? Ik had zoiets nooit verwacht. En als ik het nu terugzie op video, ja, dan denk ik van nou, was dat alles allemaal voor mij? En dan, het is echt fantastisch. Je had jezelf eigenlijk niet beseft dat je zo populair was. Nee, dat kan ik nog steeds moeilijk begrijpen. Ben je bij IFK net zo populair? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, volgens mij ben ik meer bekend in Nederland dan in Zweden. Is merchandising van IFK ook een van jouw werkzaamheden nu? Ja, we gaan daar nu aan beginnen eigenlijk. De club wordt nu verantwoordelijk voor de merchandising. Neemt dat zelf in handen. En dat betekent dat je dit soort shirts gaat proberen te kopen? Dit soort shirtjes komen daar veel meer van. Het wordt gewoon groter en we krijgen er ook eigen winkeltjes in de toekomst. Dat staat nog echt in de kinderschoenen nu, hè? Ja. Ja, als je het vergelijkt met de grotere clubs in Europa, zeker. Maar det är väl ingen nackdel om man har det på Liseberg, för då kan man sagt vara se lokalen och man kan ändå fundera över hur man delar upp den. Absolut. Stefan have very high quality as for himself as a person, not only to be a good player in the pitch. Besides the pitch and in the club, he has very good quality, and we think we will use Stefan for long time, even after he has end his career as player.
Hoe lang wil je nog blijven voetballen? Ja, ik heb net voor 2 jaar bijgetekend. Dus die 2 jaar in ieder geval. En dan op niveau natuurlijk. Dan ga ik er vol voor. Wat vind jij jezelf een echt, ja, een voetbaldier, zeggen ze dan? Nee, niet echt. Nee. Want ik volg niet alles. Ik ga niet naar wedstrijden kijken. In Gothenburg bijvoorbeeld. Als er iets op televisie komt, ja, dan doe ik het wel. Maar ik zet niks anders opzij, omdat het voetbal is op televisie. En lichamelijk kan je het ook allemaal nog aan? Dus. Tot nu toe wel, ja. Maar ja, dat weet je ook nooit. Nee. Omdat je in het begin van de Zweedse competitie had je wat problemen. Ja, ik had wat problemen met een hartspier die niet goed functioneerde. Maar gelukkig was dat geen ernstige blessure. En ik moest 2 maanden volledig rust houden. En nog 2 maanden heel rustig beginnen met trainen. En daarna werd ik fit verklaard en kon ik gewoon weer aan het voetballen. Ja, we zijn nu in het stadion. En hier hebben we onze kleedkamer. Of één van die twee, we hebben er nog één. Zoals jullie kunnen zien is het heel oud. Het is van begin jaren 30, dacht ik. Maar hij heeft wel iets. Het heeft iets, maar het is wel heel iets anders dan het nieuwe stadion van Ajax. Het is wel wat anders, ja. Ja, maar hier zit de sfeer in. Ik denk dat dat moet nog komen in het nieuwe stadion van Ajax. Het Zweedse voetbal hier, kan jou dat nou nog echte voldoening geven? Nou, echte voetballende voldoening. Nou, daarom mis ik ook de manier waarop Ajax speelt. Dat is gewoon mijn manier om te voetballen. En dat doen wij dus op een andere manier. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk, maar ik ben zelf liefhebber van de manier waarop Ajax voetbalt. Er zijn heel veel sporters die blijven hun loopbaan rekken omdat ze eigenlijk bang zijn voor wat er daarna gebeurt. Dat heb jij niet? Nee, helemaal niet. Nee. Als het afgelopen is, dan is het afgelopen. Dan begin je aan iets nieuws. Maar als ik gestopt ben, na een half jaar of zo, dan zeg ik misschien iets anders daarover. Maar zoals ik me nu voel, ben ik niet bang om te stoppen. En dat is dus niet de reden waarom ik voor 2 jaar heb bijgetekend. Zijn de feesten als jullie hier een beker winnen of kampioen worden net zo uitbundig als de feesten bij Ajax? Nee, helemaal niet. Maar het wordt wel gevierd, maar niet zodat wij door de stad heen gaan met de auto's of met een bus of zoiets. Tijdens het laatste kampioensfeest heb je ook nog een liedje gezongen, hoor ik. Ja, dat heb ik gedaan. Samen met, ja, dat wilde je vragen. Samen met onze keeperstrainer, Jan Noerström, die bij Groningen voetbalde. Een paar jaar. En het idee kwam niet van mij, hoor. Het kwam door hem, door Jan. En hij wilde zo graag op gaan zingen in het Nederlands. Dus ik heb hem daarbij geholpen. Maar vraag me nu niet om te zingen, want dat lukt echt niet. Maar het was ook maar goed dat de Zweden het niet verstonden, begreep ik. Ja. Dat is zo. Dus Stefan Pettersson heeft ook nog een onbekende kant? Ik heb heel veel onbekende kanten, denk ik. Maar dat is een van mijn beste. Nee, geen een van mijn beste kanten, nee. Papa, zie je haar? Ja. Ah, leer. Ja. Ska hoppa därifrån? Han bröt inga ben. Hoppa då! Nu! 1, 2, 3! Ja. Det är tok. Pappa! Ja. Nu!
vind jag toch? Oj! What? Nu kommer Johan här. Nu måste filma. Nej, det kommer inte. Det är svårt. Hur åker du då, Jonna? Ja. Hur åker du? Kallt det. Ja. Ah, synd! Ja, vi gör det mot pappa! Ja, vi gör med pappa! Och sen gång! Je zit nu echt in een hele lange winterstop hier. Zelfs dan denk je nog aan voetbal? Ja, je denkt toch dagelijks over wat er volgend jaar gaat gebeuren. Wat de nieuwe aankopen, hoe de trainer het wil hebben volgend jaar en dat soort dingen. Ah! Ik ga gewoon door omdat ik nog steeds hartstikke leuk vind. En dat is de belangrijkste reden. Je bent geen voetbaldier, zoals je zelf zegt, maar voetbal beheerst wel je hele leven. Ja, ja, het is altijd zo geweest. Ja. Dat klopt.